terreuraanslagen, geweld, vliegtuigongelukken. U ziet heel vaak dat soort rampspoed in het journaal. En als je een beetje in het nieuws volgt, dan zou je zomaar kunnen denken dat het ook in Nederland steeds gevaarlijker wordt. Maar is dat ook zo? De nieuwe Bosatlas van de Veiligheid brengt in kaart wat ons echt kan bedreigen. En dat we ons soms zorgen maken over de verkeerde dingen. De kans dat je vermoord wordt in Nederland is 1 op de 163.500. Die kans is groter dan verdrinking na een dijkdoorbraak. Die is namelijk 1 op de 10 miljoen. Het staat in de Bosatlas van de Veiligheid. Waar gaan de meeste mensen aan dood en waar gaan de minste mensen aan dood? Dat is op top 20, zeg maar, van doodsoorzaken. En helemaal bovenaan staan dingen waar je niet zo gauw aan denkt. Dat is vallen en fijn stof. En mensen komen om door vergiftiging, een bijensteek, de mazelen. Helemaal niet op de lijst terrorisme. Die kans, zegt de samensteller, is zo goed als nihil. Minder dan 1 op de 100 miljoen. Terwijl de kans om getroffen te worden door de bliksem 1 op de 11 miljoen is. Toch is de angst voor terrorisme groter, omdat we daar geen grip op hebben, zegt de psycholoog. Dus je kunt zelf beslissen van jongens, hey, het bliksem of er is dreiging van bliksem. Ik kijk op de weerradar en denk van nou, er komt bliksem, weet je wat, ik blijf voor de veiligheid binnen. Terwijl als ik de stad inga of daar een terrorist rondloopt of een of andere gek met een bomgordel, daar zijn de buitenkant niet te zien. Dus ik kan mij niet wapenen tegen de terrorisme-dreiging. Het aantal slachtoffers dat in één keer valt speelt een belangrijke rol. Als er in één keer heel veel slachtoffers vallen, vinden we dat veel angstiger en schatten we het risico veel groter in dan wanneer er iedere dag één iemand doodgaat. Het echte gevaar is dus vallen met een kans van 1 op de 4900 om te overlijden. En door fijnstof is die kans 1 op de 5900. Als je naar de feiten kijkt, kun je beter zorgen maken om het bestrijden van fijnstof dan om het neerzetten van betonblokken om een terroristische aanslag te voorkomen. Ja, als je puur naar de aantallen kijkt, zeker. En in Nieuwsuur straks een uitgebreid gesprek met Henk Leenaars, de maker van de Atlas.